Sarah, het hangbuikzwijn van Gonda Visser, werd de laatste tijd wel heel dik. En ze gedroeg zich ook wat knorrig. En toen kwam ze niet met voeren gisterochtend. Dus zijn we gisterenmiddag teruggegaan om te kijken en toen lagen er al 6 biggen. En daarna volgden er nog eens 5, waarvan eentje het helaas niet heeft gehaald. Het mannetje van Sarah is zich van geen kwaad bewust, want die is gecastreerd. Maar boswachter De Ruiter zag onmiddellijk wat hier aan de hand is. Ja, 3 waren erbij die echt als Frieslingen eruit zien. En de rest is zwart, maar hebben ook bruine strepen, dus duidelijk van een wildzwijn. Ja, dat is een verrassing, hè? Om zijn nageslacht te verwekken, moet het wilde zwijn gewoon door het hek heen gebroken zijn. Het zwijn had er wel duidelijk zin in. Die had er echt heel veel zin in. Ja, die had er zeker zin in. Maar hoe moeten we deze kruising tussen 2 zwijnensoorten nou noemen? Ik zou zelf de suggestie willen doen wilde hangbuikzwijntjes of iets dergelijks. Maak er maar wat van. In elk geval wil Grootbruinerink niet dat de jonkies worden uitgezet in de natuur. Ja, ik zou er sterk voor willen pleiten om de soort wild zwijn heel zuiver te houden. En dat doe je niet als je erfelijk materiaal van het hangbuikzwijn toelaat in de natuur. Dus we moeten daar een adres voor zien te vinden waar ze mooi op kunnen groeien. Maar dat gaan we nog uitzoeken. We moeten eerst maar zien dat deze biggetjes gezond groot worden. Het kan de kleine gestreepte wilde vrassen eigenlijk weinig schelen hoe ze genoemd worden of waar ze terechtkomen. Voorlopig hebben ze het hier prima naar hun zin. En die kleintjes, kijken die een beetje vreemd naar hun broertjes en zusjes? Nee hoor, ze hebben elkaar geaccepteerd zoals ze zijn. Kunnen we nog wat van leren? Kunnen we zeker wat van leren.